Er moet nog veel worden gesorteerd en opgeruimd. Maar kom eens hier, wat is dit gebeurd? Zijn dit allemaal... Dit zijn allemaal oude boeken van de familie Mariol. Dus dit blijft staan? Dit blijft staan, maar je moet ook even kijken. Want die foto's van ons, die moet mee. En die twee dingen die daar staan, die zijn ook van ons, die moeten mee. En ik denk dat Maxime ook die twee fototoestellen mee wil nemen, of niet? Ja. En dan heb ik hier aan deze kant uit wat nog een vraag. Kan dit weg? Dit stereo-dingetje, is dat ouderwets? Nee hoor, dat is van mij. Goed. En dan dit soort dingen. Ja. Is dat ook allemaal ouderwets? Allemaal cd's. Ja, die ga ik niet wegdoen. Dat is ons hele leven aan cd's. Dat moet allemaal mee. Ja, maar we doen dat toch nooit met dvd's? Hebben we geen dvd-speler? Ja, ouderwets. Tuurlijk niet. We hebben toch ook privé-dvd's? Die wil ik nog een keer bekijken. Nee, dat mag niet weg. Oh, en is dit dat apparaat zo? Ja, die moet gewoon mee. Ja. Maar je moet wel die vakantie... Kylie Minogue houden hoor, die is zo leuk. Die moet je bewaren. Als jij dan moet je ook mee, hè? Dat is van ons. Ja, dat weet ik. Daarom staat het daar. Als jij deze kant wil verlaten, want jij moet nu daar weer heen. Waar dan kunnen wij samen hierdoor. Ja, je moet opletten, hè? Want voordat ik het weet, pleuren ze allemaal dingen weg. Nou, ik vind het zo'n onzin om die cd's te bewaren. Hier ook. The Queen. De classics van The Queen. Op onze eerste vakantie hadden we altijd de muziek aan van Donna Summer, was dat? 1982. Ja, die is ook dood, Donna. Ja, die is ook dood. Ja, wij leven nog. De aankomende erfenis wordt terug naar Nederland gesleept. En fysieke herinneringen zijn steeds vaker digitaal. Wat is dit? Hard disk drive. Ja, dat is, daar staan al onze gegevens op. Dus dat kan weg. Harde schijf van ons leven. Dus dat blijft. Televisie. Oh, dat blijft. Nou. Kijk hier, wat is dit? Groeiboekjes. Die kunnen weg. Dat is allemaal oud. Wat? Deze boekjes. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Er staat alles van mijn geboorte op. Ja. Nou, in. Nou, nee, dat vind ik leuk. Niet, nou, wat een rarigheid. Baby. Leden nieuws. Vredo. Opa. Nou, dat is die vader van mij. Die is ook hartstikke dood. Nou, moeten deze ook bewaard, Erika? Tuurlijk. Die moet je ook bewaard. Weer niks weggooien. Sommige dingen ga je natuurlijk echt nooit weggooien. Zoals die babyboeken waarin ik alles heb genoteerd. En een afdruk van het handje en zo. Ik bedoel, niemand gooit dat weg. Maar ja, hij is altijd zo van, moet je ermee? Maar dat zijn toch dingen die moet je gewoon nooit wegdoen. Veilig in het verkeer. Is dat wat voor jou? Nee, dat kan wel weg, hoor. Dat weet ik allemaal. Ja, weet je het zeker? Oh, dat mag wel weer weg. Doe dat maar weg. Veilig in het verkeer, want zij rijdt zo safe. Nou, ja, die... rot vent. Ja. Zo snel van rechts te komen. Waar ga je heen, heer? Oh, ze neemt een andere route. Klopt, ik neem de kortste route. Nou, dan moet je nou... Ja, dat weet ik. Oh, sorry, hoor. Ze hebben geen voorrang, Maxime. Je rijdt 50 in de Ik rijd 45. 45. Buff normaal. Zo gezellig met z'n drieën weg, vind je niet? Ja. Als jij nou zo ophoudt met zeuren, dan is het heel gezellig. Ja, oké. Okay. Nou, zijn we. Nou, meid, mijn masker op. Alleen Erika kan 5 minuten te laat vertrekken voor een ritje van 5 minuten... om dan 10 minuten te vroeg aan te komen. De kapsalon hanteert een strikt coronaprotocol. Oké, d'accord. Wat zei ze? Wat zei je? We moeten 10 minuten wachten. Ze lopen uit. We zijn te vroeg. Nee, zij zijn te laat. Nee, wij zijn te vroeg. Oh ja, we zijn te vroeg. Oh, jouw masker valt af. Nee, die hangt aan mijn oor. Daar ben ik al heel handig in. Kijk, je kan gewoon even... Maar jij hebt een verkeerde om. Nee, ik niet. Wel, je zit het ijzertje voor je en neus. Dit, blauw moet aan de buitenkant. Dus hij is en op zijn kop en weer de zo moet het, zo. Oh, dus dat donker, dat mooie blauw moet naar buiten. Ja. De wereld ziet er even anders uit. En dat is prima, als het maar rechtvaardiger wordt. Kijk, voor hom, dat is man, is het champonering, dat is natuurlijk wassen en een koep en droog. Ik vind het ook discriminatie, want jij betaalt 20 euro voor hetzelfde en betalen wij 31 euro. Dat is toch raar? Ja. Ja, dat is raar. Terwijl jouw haar is veel ingewikkelder. Ja, dat snap ik niet waarom dat is. Stelletje schoren. En zo is het. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.